De CAO-medewerkers van de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM hebben het werk hervat. Dit besluit is vandaag genomen op een spoedalgemene ledenvergadering. Volgens de ondervoorzitter van de bond, Ortwin Cairo, is de ALV niet zonder ruis verlopen. De stakende werknemers waren namelijk niet eens met het besluit van het bestuur om de acties op te schorten. Echter hebben ze toch gevolg hieraan gegeven en hebben na de ALV het werk hervat. Het bondsbestuur is gelijk na de ALV om de tafel gegaan met de directie voor het voeren van nieuwe gesprekken, zegt Cairo. Inderdaad was er vanmorgen dus een spoed ALV. En de reden van de ALV was omdat we gisteren in kort bij de kortgedingrechter waren. En de kortgedingrechter heeft dus aanbevolen dat partijen weer de onderhandelingstafels opzoeken. Er was heel veel ruis. Mensen waren niet eens dus met de gang van zaken. Maar je moet natuurlijk je hoofd buigen dus voor de rechter. Hè? De rechter heeft geprobeerd, natuurlijk zonder dus een vonnis te wijzen, partijen naar elkaar toe groeien. En dat is eigenlijk wat de bond voorstreefde. Hè? Weer de onderhandelingstafel opzoeken. En het is ons aardig gelukt. Met de directie omtrent de nieuwe onderhandelingen die maandag weer opgepakt zullen worden. We hebben in een heel goede sfeer de besprekingen gevoerd. We hebben een aantal zaken besproken, maar inhoudelijk hebben we niets gesproken over de CAO-onderhandelingen. Wel hebben we dus de afspraak dat de directeur ons maandag om 10:00 weer ontvangt. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt omtrent de CAO-onderhandelingen? Nee, er zijn afspraken gemaakt hoe we de zaken gaan aanpakken. Wat onze voornemens zijn, wat de directie voornemens is. En dan moeten we kijken hoe we daaruit komen. Alus Ortwin Cairo, ondervoorzitter van de bond bij de SWM. De stakende werknemers hebben vandaag om 12:00 het werk hervat.